Wat heel veel mensen niet weten, is dat daar de trein loopt. En die gaat hier onder de grond door. En die loopt eigenlijk letterlijk en figuurlijk onder dit water door. De Betuwelijn. De trein rijdt onder dit water door. En dan komt hij aan de andere kant van de Rijn. Komt hij weer boven. Kijk, en als je daar kijkt, staat een hele grote mammoet. Zie je dat? Hij is echt mega groot. En of dat niet alles is, wij gaan zo dadelijk kijken bij Gemaal Kandia. Dat is daar. En dan heb je een blauwe bank daar staan. Die jullie net niet in beeld zien. En dan heb je daar aan die kant heb je een soort van free run spot. En dat ga ik speciaal maken voor het kanaal van GraphTubes. Die zijn allemaal free run spots aan het zoeken. En ik heb die hier ook een gevonden. En wat ik ook nog heb gevonden is de staande paarden. Wow, daar gaan we eventjes kijken. Wow, we komen de laatste tijd veel paarden tegen in onze video's. Dit is gewoon een hele kudde bij elkaar. Normaal staan ze aan de andere kant. En nu hebben ze hier neergezet. Die zwarte die merkt mij al op. Ja. En het mooiste van alles is, je kan door het hek heen. En daar staat er ook nog een. Zie je dat? Kijk eens hoe ze die bomen kanaal gekaagd hebben. Ja. Oh wow, er staan er nog veel meer. Kijk, daarachter lopen er ook nog een paar. Of zijn dat koeien? Nee, dat zijn paarden. Wacht, is er toch een koe? Nee, het zijn paarden, wow. Ja, die staan in een best wel mooi gebied. Klompenpaden. Staatsbosbeheer. Oké dan. Even checken. Het hek. Dan zullen we eens eventjes kijken of dat we het open... Ja, hij is open. We moeten even kijken wat er gebeurt als we hier ingaan. Wat ze doen. Nou, ze schrikken in ieder geval niet. Even kijken of dat we het er weer omheen kunnen krijgen. Niet dat ze dadelijk allemaal uitbreken. Want het gebeurt hier nog wel regelmatig. Dat ze het hek niet goed dichtmaken. Oh my god, ze komen eraan. Hier zijn ze al. Wacht. Dan moet ik heel eventjes kijken of dat ik er langs kan gaan lopen. Want ze komen nou in één keer achter me aanlopen. Zie je dat? De hele kudde komt mij achterna. Zie je, daar staan ze. Oh, heel mooi. Ze doen niks. Oh, die beesten zijn echt mega groot, jong. Ja, dan moeten we weer terug. Want we hebben het hek wel dichtgemaakt, maar hij is nog niet 100% gesloten. En ik denk dat die witte paard dat extra gedaan heeft, dat hij weet dat hij de mensen hierheen kan jagen, dat ze dan uit kunnen breken. Dus ik ga eventjes terug. Ja, vanaf deze kant kunnen ze hem toch niet opendrukken. Want hij loopt naar de andere kant naar buiten. Maar, dan gaan we heel even kijken. Ja, kijk, hij zit niet helemaal goed dicht. We gaan zo dadelijk nog even kijken bij die andere paarden. Eén moment. Kijk. Nu zit hij wel helemaal dicht. Zo. Hartstikke mooi. Kijk, daar staan ze. Kijk, nu kunnen we pas echt beginnen met onze vlog. Hier staan er nog meer. Ah, ze hebben zelfs zo'n liksteen, zo'n zoutsteen. Zie je dat? Die ligt daar op de grond. Deze heeft een soort van kap om. Ik weet niet of het een sportkap is of zoiets, geen idee. Maar hij kan in ieder geval niks zien. Dus er zal iets mee aan de hand zijn. Hij hoort mij wel. Dus ik ga niet al te dichtbij staan. Hij ziet volgens mij helemaal niets. Of zou hij daar doorheen kunnen kijken iets? Ah, wacht, ik zie zijn ogen. Heel gaaf. Hier staan er nog twee. Wacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ik zie er hier sowieso al 11 staan. Ik weet niet of hier ook nog wat paarden lopen. Nee. Je ziet wel dat het allemaal vertrapt is. Hier lopen trouwens paarden en koeien door elkaar heen in dit gebied. Even kijken. Nee. Wow. Ze staan hier echt wel op een mooie plek. Kijk dan hoe ze daar staan. Ze staan in een soort van rimboe. Daar staat hij. Nu heeft hij mij in de gaten.
Maar kijk dan wat ze gedaan hebben. Ze hebben uiteindelijk deze hele bomen kaal gevreten. Ik weet niet precies wat ze gedaan hebben. Zie je dat? Dit stuk. Hier staat ook nog een grote. Maar kijk eens, ze zijn behoorlijk bezig geweest. Ze hebben het zelfs tot daar gered. Kijk dan. Wow, dit is een hele grote. Hier staan er nog twee. Dit is een kleintje. Hij is aan het schuren, zie je dat? We moeten eventjes kijken of dat we... Dit is trouwens ook al een mooie. Zie je dat die hier staat? Deze komt nu naar mij toe. Dus we gaan eventjes kijken of dat we hier kunnen gaan filmen. Kijk, hij loopt gewoon met mij mee, hè? Kan zijn dat ik zo dadelijk de hele kudde achter me aankrijg. Eén moment. Nee, ze lopen die kant heen. Kijk, nu komen ze deze kant heen. Gaan we even kijken of dat ze ook achter me aan willen lopen. We hebben een uitkijkhut ontdekt, of niet? Ja, daar bovenaan is die. Hij komt hierheen, weet je hoe mooi? Ja, wacht. Er zit een uitkijkhut in de boom. Hier loopt een soort van pad. En als je dit pad helemaal afloopt, kom je bij een soort van oude waterput terecht, waar we ook een keer een geocache hebben verstoppeld. Dit is gewoon een jagershut, zie je dat? Daar bovenaan kan hij zijn gun inleggen, volgens mij. Waar die boom uitgroeit. En dan kan hij vanaf hier, kan hij volgens mij konijnen gaan schieten. Ik weet niet, hoe loopt dat daar? Ja, dan kan hij dit hele veld kan hij gebruiken. Maar goed. Op mijn GPS zie ik nou dat daar een water moet zijn, ergens aan die kant. Dus gaan we ook maar even kijken. Maar we gaan eerst eventjes de paarden in beeld brengen. Ja, ze zien er wel mooi uit. Die zwarte is volgens mij een van de grotere hier. Waar gaat hij naartoe? Oké dan. Hier staat er nog... Wow, deze heeft een speciale kleur. Zie je dat? Ah, daar staan er nog twee. Kijk dan hoe die kijkt. Ja, en daarachter zitten ook nog allemaal paarden. Het zit hier gewoon helemaal vol met paarden. Hey, wacht, die anderen gaan hierheen lopen. Waar gaan die nou naartoe? Die pakken dit pad. En het kan zijn dat deze twee hier lopen, dat zo dadelijk de hele kudde dat ook in de gaten krijgt, dat ze mee gaan lopen. Maar wij moeten die kant heen. We gaan eventjes kijken bij het water. En of dat onze oude geocache nog onder de steen ligt. Het is niet een officiële, maar ik heb gewoon een keer daar ergens onder een steen heb ik iets neergelegd. Om te kijken of dat het apparaat werkt. Hierachter moet je nog een oude waterput hebben, maar dat heb ik al verteld. Nou, je komt van die boompjes tegen. Wacht, ik toch eens even kijken wat ze gaan doen. Nou, ze zijn ook niet bang voor mensen, want ze komen juist de mensen, lopen ze namelijk achterna. Kan zijn dat die zwarte hierheen komt. Dat hij mij nu ziet staan. Ik heb wel redelijk donkere kleding aan, maar goed. Nee, ze lopen die kant heen. Nou, oké dan. Gaan wij eventjes kijken bij de waterplas. Zo, die hebben een echt vrij gebied om te lopen. Kijk dan, ze kunnen dit hele stuk kunnen ze gewoon aflopen als ze willen. Ja, dat doen ze ook wel. Maar ze staan meestal bij het hek omdat ze weten dat ze daar eten krijgen. Twee keer per dag krijgen ze, dacht ik, hier eten. Maar waar is nu die waterplas? Je hebt daar een soort van bomenrij staan. Daar loopt natuurlijk water achter, water langs. Ik moet afwijken deze kant heen, geef mijn GPS aan. Dan moet hier achter die boompjes moet er een waterplas zijn. Kan zijn dat die opgedroogd is, maar goed. Ik zie nog geen water. Moet je die struiken zien daar? Doet me gelijk denken aan Park Sonsbeek in Arnhem. Daar heb je ook van dat soort struiken. En als je dan erin gaat, dan heb je een letterlijk een echte ingang. En als je dan midden in die struiken bent en het is volop zomer en de zon schijnt keihard, dan is het in die struiken binnen totaal donker. Totaal nacht.
Dat is wel mooi. Dat is in de buurt van de Zwanenbrug. Mijn GPS geeft aan dat we nou binnen de 30 meter bij een water moeten zijn. Maar ik zie geen water. Wat is dit? Hier is het. Ah, wacht. Het is opgedroogd, of niet? Nee, er is wel water. Ja. Deze struiken die staan ervoor. Maar we komen, als het goed is, bij een soort watertje uit. Zou dit dan de steen zijn? Waar die geocache onder ligt? Ik denk het niet. Nee. Die lag meer aan die kant. Even kijken. Wow, dit is mooi. Moet je door een soort van struiken heen? We zijn er. Wow. Jongens, besef even. Dit loopt aan alle kanten naar beneden. En hier heb je nog een soort van watertje. Wat mijn GPS al aangaf voordat ik er ben. Ja, toppie. Maar nu moeten wij de steen gaan opzoeken. En nu zit ik te denken. Ik ben een keer in mijn leven een GPS verloren op het Wekeromse Zand. En daar stond die coördinaat in. Dus in deze GPS die ik nou bij me heb, staat die helaas niet in. Maar ik weet wel ongeveer waar die steen ligt. Dan zou die hier moeten liggen. Ik denk haast wel dat die weg is, maar goed. We kunnen het altijd een keer proberen om hem te gaan vinden. Ja, hier moest die liggen. Hier staan nu opeens allemaal struiken. Nee, die ga ik dus niet vinden. Dat kan ik je nu al zeggen. Nou, dan zouden we toch de oude coördinaat een keer erbij moeten pakken. Het was een rode steen. Was het? Nee, hier heb je het hek al. We zijn al te ver. En trouwens, wat is dit? Hier heeft nooit een hek gestaan. Dit is pas nieuw, zie je dat? Hier heeft nooit een hek gestaan. En al deze planten, die hebben hier ook nog nooit gestaan. Wacht! We gaan naar de oude put lopen. We gaan kijken of dat mijn oude geocache nog in de buis ligt van de put. Dat lijkt me ook wel mooi om te doen. Daar hebben wij geen GPS voor nodig. Want wij kennen dit gebied redelijk. Die put bevindt zich daar ergens. Ik weet niet of ik hem al kan zien. Het kan zijn dat hij daar is, maar in ieder geval, we lopen die kant heen. Dan kan ik jullie gelijk eventjes hier de omgeving laten zien. Dat het hier toch nog wel mooi is. Iedere dag ontdekken we wat nieuws. En als het goed is, gaan we vanaf nu ook iedere dag 2 video's uploaden. In plaats van 1 om 12 uur bijna. 23 uur 59. Jawel. Ik denk van iedere dag 1 video. En ik heb er zoveel in de wachtrij staan. Ik denk, we gaan het opschroeven. Na 2 video's per dag. Want ik merk zelf, had ik 4 of 5 video's per dag op mijn kanaal zet, dat ze dan opeens niet meer bekeken worden. Niet zoveel meer. Moeten we even kijken hoe wij nou moeten lopen. Ja, wij moeten dit pad. We hadden eigenlijk die kant heen gemoeten. We hadden toch de paarden moeten volgen. Maar waarschijnlijk kan je er via deze kant ook komen. Dan gaan jullie natuurlijk denken, die vlog begon leuk met paarden en wordt nu een beetje saai. Dat klopt, want we moeten nog een eind lopen. Maar zo dadelijk wordt die wel een stuk leuker als we bij de put aankomen. Anders spoel maar even gewoon door. Het is hetzelfde water. Of niet? Ja, het is hetzelfde water. Ah, wacht, kijk. Hier moeten wij. Hier ligt een soort van deken. Ja, daar heb je de sloot al. Dan moet daar de put zijn. Ik zie nog niks. Wacht. Ja, ik denk al dat ik weet waar die is. Wow, het is hier wel behoorlijk veranderd. In ongeveer een jaar tijd. Als het niet langer geweest is dat ik hier geweest ben. Even kijken, ik heb weer ruzie met mijn tas. Nee. Ook niet. Hartstikke mooi. Even kijken. Ja. We gaan toch deze kant heen. Dat lijkt me toch beter. Want het is bij die bomenrij. En dan hier tussen moet die put zijn. Het is een hele oude waterput is het. Met de stalen deksel eraf. Eigenlijk al jarenlang. En daar zit een buis in. Een stalen buis van zeer goede kwaliteit.
En ja, daar heb ik een keer een zakje in gelegd met wat spullen voor een geocache. De paarden slaan nu op hol. Waarom weet ik niet. Omdat er een geluid van die kant komt. Oké, dan, ze zijn weer rustig. Hier kwam toen zo'n grote Amerikaanse jet voorbij, zo'n vliegtuig. En toen was ik hier ook. Nou jongens, als het nou nog niet gaat gebeuren. Ik ben op de goede plek, dat is één ding wat zeker is. Ik zie alleen de put nog niet. Ah, wacht. Daar is die al. Ja, we hebben hem toch gevonden. Kijk goed. Ik zie hem daar al. Nou zal mijn geocache er denk ik wel uit zijn gehaald na ruim een jaar. Maar het zou ook nog kunnen dat die er nog gewoon in ligt. Maar ja, dan moeten we eerst kijken. Moeten we er eerst heen lopen? Ja, we zijn goed. We herkennen het gebied. Kijk, eerst moest je langs dit paaltje. Dus we lopen sowieso al goed. Oh, wacht. Dit was er toch ook niet, of wel? Nou begin ik langzaamaan het vermoeden te krijgen dat we er langs gelopen zijn. Maar dat kan niet. Eerst moest je voorbij deze grote struik komen. Want daar had ik toen een keer een video gemaakt met mijn EOS 600D camera. Om hem uit te testen. Toen had ik hem pas gekocht. Dus hier moet ik sowieso voorbij lopen. Wow, dit is echt dicht geworden. Vroeger liep hier gewoon een pad doorheen. En dit is nog helemaal dichtgegroeid. Daar kun je omhoog. Hier heb je een soort van bomen. Ja, we hebben hem gevonden. Wow, het is toch nog verder als dat ik gedacht had. Kijk goed. Daar is die. Ja, daar moeten we heen. Oh, libellen. Hij zal de haas wel uitgehaald zijn. Als die er nog in zit, dan komen hier echt weinig mensen op deze plek. Maar dat lijkt me gewoon heel sterk als die nou nog aanwezig is. Ja, dit is het. Hier zaten vroeger allemaal wespen op. Op dat ding. Het is een heel oud, klein soort gemaal. Ik kan het jullie ook even laten zien. Want we zijn er nou 5 meter vandaan. Kijk. Dit is het dus. Dat is de put. Die open is. En dat is de buis die erin loopt. En hier heb je dan een soort van kleine bak, zeg maar. En daar zal wel een soort van motor in zitten. Kijk. Zo ziet het eruit. Dat zal wel gedraaid hebben vroeger. Om het water op te pompen. Dit is trouwens ook een mooie plek om een geocache te verstoppelen. Zie je dat daarin? Maar nu. De waterput. Daar is die. Zie je dat? Ja, en dit is de... Ik zal de tas even hier neerleggen. Er zitten nou nog steeds vliegen op. Kijk, goed luisteren. Naar het geluid. Ja, dat is degelijk staal. En daar staan trouwens de paarden, of niet? Nee, het zijn schapen. Ze zijn een stuk kleiner geworden opeens. Hier moet mijn geocache in liggen. Dan moet ik eventjes deze struiken plat trappen. Aan de zijkant. Zo. En dan moet ik heel voorzichtig met mijn hand hierin gaan. Nee, hij is weg. Wow, ik hoorde Nick. Er zit iets in de buis, wat leeft. Hoor je dat? Hoor dat geluid. Maar hier zit dus mijn geocache in. Maar ik durf hem niet te pakken omdat er geluid uit de buis komt.
Dus we gaan zeker nog een keer terug om te kijken. Nu willen jullie natuurlijk de coördinaat weten van deze plek. En het mooiste van alles is, ik ben de GPS vergeten. Nee, hij zit toch in de tas. Oh, wat mooi, jong. Kijk, we leggen hem even hierop. We gaan hem even opstarten. En dan krijgen jullie de coördinaten dat jullie hier tot op de meter ook kunnen komen. Als jullie er een keer zin in hebben. Dit is een paaltje. Ja, kijk eens naar die bomenrij daar. Ja, het zou me niks verbazen als hierachter ook water stroomt. Ja, er is ook water. Oh, dit is een ideale visplek. Of niet? Kijk dan dat water. Wow. Dit is echt mooi. En als je heel goed kijkt, dan zie je daar aan de achterkant zie je het gemaal Candea staan. Maar we gaan eerst even kijken bij de waterput. Zo, het is hier echt landelijk. Moet je kijken, dit hele grote veld. Ik weet niet of de camera dat een beetje kan inzoomen. Zie die bomen daar? Als het waait, gaat daar de wind doorheen. Dit is echt wow. Er komen de paarden aan, of niet? Ja. Daar moesten we ze straks voorbij. Maar nu het allerbelangrijkste. De coördinaten van deze plek. Dan zullen we eerst even kijken op het apparaat of we een weg kunnen vinden. Dat denk ik haast niet dat hij hier een weg aangeeft. Wat is dit nou weer? Nee, kijk, het is een wit scherm. Dan moeten we helemaal uitzoomen. En je ziet duidelijk dat we bij een soort van water zijn. Tussen water zitten wij. Oh, wacht, dan moeten we die hebben. Oh, dan zijn we te ver. Kijk, Loodijk staat daar. En je ziet duidelijk dat waarschijnlijk daar de Betuwelijn onder het water loopt. Maar nu het allerbelangrijkste. De coördinaat. Dat is hem. Zie je dat? En je ziet het, hier is ook een centrale plek in de buurt met 006 00 000. En die is daar op die plek. Langs een spoor is die. Dat heb ik al een keer uitgetest. Dus ik leg hem hier op de put. En dit is dus de coördinaat van de plek. Noord 51, 54, 858 en East 006, 00, 182. En je ziet het, hij heeft behoorlijk goede satellietontvangst, want hij ziet ze bijna alle 12. Bijna vol, zie je dat? Ik weet niet of jullie wat kunnen zien. Dus dat is de coördinaat. We gaan het apparaat weer afmelden, zoals gewoonlijk. En dat was hem. Standby. Yeah man. En als het goed is, wordt hij helemaal zwart. Dan gaan we hem even terug doen in de tas. We hebben ook nog een ander leuk apparaatje bij ons. Dat is dit. Om vogelgeluiden op te nemen. En je ziet het. 1684 uur kan hij opnemen aan één stuk. Toppie. We zeggen er helemaal niets over. Toppie. Wow man. Maar kijk eens deze put. Hij is best wel diep. Er liggen stokken in of zo. Wacht, ik ben eigenlijk hartstikke dom. Ik kan met mijn camera erin kijken. Wacht. Ik weet niet of jullie wat... Ja, de geocache ligt er nog, of niet? Nee, hij is eruit gehaald. Er moet een plastic zak in zitten. Ik weet niet of dat jullie een plastic zak zien liggen. Mochten jullie een plastic zak zien liggen, dan is het de geocache. Die er dus toch tot nu toe nog niet uitgehaald is. Die ligt er al... die ligt er zeker volgens mij een jaar. Ik zal eens kijken naar mijn data op de computer. Maar die moeten dus zeker een jaar lang liggen. Hij ligt er nog steeds, hè, de geocache. Dus als jullie hem willen vinden met een... Ja, zo'n stok met zo'n grijptang eraan. Ik weet niet of die hierin past. Dan zou je jullie misschien kunnen pakken, want hij ligt helemaal erachteraan volgens mij. Wow, maar nu, wat gaan wij doen? Gaan wij terug naar de paarden? Nee, we gaan eerst eventjes bij de schapen kijken, wat die aan het doen zijn. Hebben we nou alles?
meegenomen. Ja, we hebben de GPS. Ik heb hem toen, één keer was ik met een of andere vriend, was ik een keer op outdoor cursus, was ik aan het lopen. En toen ben ik hem een keer midden op de bosbank, op de heide, heb ik hem een keer vergeten laten liggen. En toen zei ik al tegen hem van, die vind je nooit meer. Ik was toen ook eens een keer de sleutel verloren op een pad. En ja, die vind je nooit meer. Maar hij zei, als je het pad afloopt en je kijkt naar beneden, vind je hem nog. En we hebben hem ook nog gevonden, hè. Kijk eens hoe ze daar staan. Ja, het zijn de hele boel bij elkaar, zijn het er. Wacht, er staan er nog een paar, of niet? Ja, moet je kijken naar die boom. Daar staan er nog twee. Oké, dan gaan we even kijken wat die doen. Ik heb zelfs het vermoeden, had ik erbij gaan staan, had die weg gaat lopen. Ik weet niet waarom. Ja, zie, ik zei het je toch? Dat kun je aan zijn kop, kun je gewoon aflezen dat hij dat gaat doen. Want hij wil naar de kudde toe. En nou dacht ik dat hij een geluid wil maken, maar dat doet hij toch niet. Hij schokt een beetje. Maar kijk dan naar die wollaag. Ja, hier heb je zo'n bomenrij. En daar heb je nummer 2. Ja, hij is bang. Kijk dan. Hij loopt bij het water. Hij heeft de paarden gehoord. Ik vind dat hij een hele speciale kop heeft. Ik weet niet waarom, maar... Wow, wat is dat? Ik hoor een geluid. Ah, dat zijn de paarden waarschijnlijk. Wow, ik hoorde een best wel zwaar geluid. Maar besef... Ah, ik weet al. Kijk, daar komt het vandaan. Daar staan twee witte paarden staan daar. Kijk hoor. We gaan nog even terug. Ja. Kijk dan, daar heb je de oude put. Ik wist dat hij nog ergens hier in de buurt was. Ik denk, ik ben hier toch. Ik denk, ik moet gewoon even gaan kijken. Maar wat gaan wij nou doen? Wacht, we gaan weer proberen om richting de paarden te gaan. Ze zijn helemaal mee hierheen gelopen. Of niet? Ja. Kijk dan. Die hele kudde, die staat gewoon daar. En ze hebben me al in de gaten. Want ze komen deze kant op. Nu hoor ik daar uit de struiken een geluid. Oh wacht, ze lopen daarachter door het... Ah, net niet, het is net niet op beeld. Maar ze lopen daar door het riet. Wacht, er staat informatie. Oh, dit zijn gewoon klompenpaden. Zie je dat? Die kwam ik toen in de buurt van Otterlo ook tegen. En dat weet ik uit ervaring dat dat mooie paden zijn om te lopen. Kijk dan, die hele lange bomenrij. Wij moeten zo dadelijk die kant heen naar het gemaal toe. Wacht. Ja, hij heeft mij wel in de gaten. Die zwarte, die heeft mij in de gaten. Dat ik hier zit zelfs. Ik sta niet, ik ben gaan zitten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden.
Ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer, want ik ben bijna 30 minuten aan het filmen. Ik ben 30 minuten aan het filmen. Dus het is best wel een lang end. Wij gaan dit pad nog even aflopen. En dan gaan jullie, als het goed is, zo dadelijk de freerun spot zien bij Gemaal Candia. Die ik speciaal maak voor het kanaal van GraphTubes. Ik kan even het kanaal laten zien. Als ik het toevallig bij me heb. Ja, kijk. Dit is het kanaal waar het dus om gaat. Doei! Aan de achterkant heb je een soort van draak staan. Heel apart.